Lieve allemaal. Misschien is het jullie opgevallen dat ik het dit jaar met de kerst niet was. Dat klopt hoor, ik was er niet. Als jullie me zoeken, hier ben ik niet meer hoor. Ik ben hier wel geweest. Anders hing het briefje er niet. Maar ja, ik lig ook niet goed. Dat weet u ook wel, dames en heren. Als je niet goed ligt, dat is, nou, laat ik zo zeggen, bij schrijven en bij lezen is dat zo. Dan moet je een goede houding hebben, een ontspannen houding. Je moet ontspannen liggen, ontspannen is echt dat je in ieder geval iets hebt van... Denk je, dan kun je nadenken. Dan is je hoofd is helder en dan... Nou ja, als je die biefstuk dan even 2 minuten half om half bakt, dan is je ook gaar hoor. Hé? Nee, maar... Zorg dat je een goede houding hebt, dat is waar. Dat is voor Klaas in het lang lijken. Ding dong, wie is daar? Niemand, geeft niks. Schrijven heel veel mensen schrijven onzin in zo'n brief. Die schrijven dan, ja, daar loopt de giraf met een snorkel. Dat zie je niet zo vaak. 1,5 kilo is het ideale gewicht van je schoonmoeder. Inclusief de urn. Dat was niet aardig, zeg. Kom weg. Daar loopt een konijn met een hockeystick. Waar gaat die naartoe? Ik denk naar een hockeyveld. Moet je even maken. Ja. Nou, kijk maar even. Zo van.